kijkers, het is vandaag 22 februari. Vandaag is het sprokkeldag bij het Boerderijmuseum in Oldebroek. We gaan zo naar binnen om te kijken naar oude ambachten en oude boerengerechten te proeven. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat smaakt en hoe dat eruit gaat zien. Meneer Van Asselt, achter u hangt hij. Ja. Ja, wat gaat hij ermee doen? Oh, ik ga hem helemaal diepvries klaarmaken voor de klanten. Oh, ik praat ABN. Over nu. Wat ga je ermee doen? Ik ga hem helemaal diepvries klaarmaken. Ja, en hoe is hij hier gekomen? Aankom lopen of? Ik heb hem vanmorgen meegebracht. Je hebt vanmorgen meegebracht. Marinus die zal hem verkopen. Voor heel weinig geld natuurlijk bij de boerderijen. Ja. Schadeervaring. Dus goede kwaliteit. Ja, dus ecologisch ook helemaal verantwoord. Ja, helemaal. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, ja, ik wil eigenlijk die kinderen, maar twee van die jochies. Mag ik jullie wat vragen, jongens? Kun je even dichterbij komen? En dan kan die manier met de camera jullie een mooie pet op allebei komen. Dus hoe is jullie naam? Lucas. Lucas, en hoe heet jij? Gerson. Gerson en Lucas. Weet jullie wat dit is? Een varken. Varken, waar kun je dat dan zien? Aan de achterkant. Aan de achterkant. Heel knap. Wist jij dat ook? Ja. Vind je het ook een beetje zielig? Ja. Ja, een beetje wel, hè. Maar gelukkig merkt hij er niks meer van, hè? Nee. Nee. Hey, gaan jullie ook zo kijken hoe dat allemaal gebeurt? Ja. Ik vind het een beetje zielig, jullie dan. Ik ook. Ja, ja. Gaan we kijken zo. Hey, bedankt dat jullie even met mij wilden praten. Ja? Lucas en Gerson, fijne dag samen. Mevrouw, wat is uw naam? Badje van Putten. En wat is Badje aan het doen? Badje is aan kantklossen. Kantklossen, dat is niet meer van deze tijd. Niet zo heel veel, maar ik ben in Zwolle geweest op de handwerkbeurs en er zaten er nog vrij veel te klossen. En hoe gaat het in zijn werk? Want ik heb echt geen idee. Ja, je moet klosjes, je moet dat over elkaar doen en de ene heet draaien en de andere ga je van rechts naar links en de andere keer van links naar rechts. Ja, kunt u een stukje voordoen? Want wat bent u hier aan het maken? Ik ben een uil aan het maken. Een patroontje en daar klos je overheen. Dus je legt een soort mal eronder, een patroon eronder. En... Ja, en dan mag je overheen klossen. En je hebt er ook een beschrijving bij. Hoe of het precies werkt, hoe of het patroontje was. En hoe bent u hier toegekomen om dit te gaan doen? Oh, ik vond dat eigenlijk al jaren leuk, maar... Ik ben pas later, op latere leeftijd, gaan klossen en met een groepje. We deden dat samen. Op het harde hebben we les gehad. Ja, maar ik zie die draadjes eromheen. Hè? Moeten jullie die zelf eromheen doen of zitten die? Kun je die zo kopen? Nee, die moet je allemaal zelf opwinden. Je moet de klosjes kopen en dan kun je de garen doen. Er is heel veel soorten garen. Je kunt gewoon DMC beduurgaren gebruiken. Ik heb een vogel geklost. Die is van... DMC, gewoon beduurgaren. Ja. Dat is een specht. En iemand heeft van mij de boom geschilderd, getekend. Dat is echt kunst. Ja, ik vind die, dat vind ik heel knap. Het is net als er zo'n stukje boomsvors op zit. Ja, maar ik vind die specht ook heel knap hoor. Oh, want het lijkt me ontzettend veel werk als ik dit zo bekijk.
Ja, je moet het leuk vinden en je moet er geduld voor hebben. Anders moet je er niet aan beginnen. Ik bedank u voor het interview en ik zou zeggen heel veel succes vandaag. Fijn, dankjewel. Ik zou het oude ambachten proeven. Ik ga er nu mee beginnen. Mevrouw, ik mag een beetje proeven. We hebben zelf advocaat gemaakt. Ja. En die mag je proeven. Maar we mogen ze niet verkopen, want dat wilden ze niet hebben. Oh? Dus. Oh. Ik heb beloofd dat ik vandaag wat zullen gaan proeven, ouderwets. Dus gok lekker. Ja, je gaat proeven. Deze ja. is van Harkert. Oké. En deze is zelf gemaakt. Oh. Oh, ja. Mij nu zelf is. Je mag ze ook alle twee. Je mag ze alle twee proeven. Je mag ze allebei proeven. Nou, advocaat. Is het anders dan... Wat vind je een proef is, hè? Wat vind je ervan? Even zo in de camera ging. Hmm. Hallo? Ja. Hoor je praten, ja. Ja, dit is een beetje zuurig, hè? Ja, ik kan nog geen... Ja. Kan er nog de radio? Ja, dit is wel lekker. Televisie zelfs. Kom maar, op televisie. Ja, dus... Nee, toch. Ja, dus niet smeren. Ik sta hier met een bakje snert, ertensoep. Ja, volgens mij alles uit. Die zou ik even gaan proeven. Oude ambachten. Zelf gemaakt, dames. Ja. Top, lekker. Heerlijk. Nou, en ik had beloofd dat ik niet alles zou proeven. Dat de cameraman ook wat moet proeven. Dus dat doet hij nu. Dus ik ga filmen. Dus we gaan ruilen, cameraman.